Het boek heet Ik ben alleen. Dagboekfragmenten, brieven en gedichten van Marilyn Monroe. Ik ga een gedicht voorlezen. Where his eyes rest with pleasure. I want to still be. But times has changed the whole of that glance. How will I cope when I am even less uniform? I seek joy, but it is clothed with pain. Take heart as in my youth. Sleep and rest my heavy head on his breast, for still my love sleeps beside me. Dat is dus een gedichtje dat Marilyn Monroe heeft geschreven over Arthur Miller. Wat ik heel leuk vind aan dit boek is dat er heel veel teksten, zelfgeschreven teksten in staan die goed zijn of slecht. Vaak ook heel vaag. En dat je haar wat beter leert kennen als persoon. Wat ik heel leuk vind is dat ze ook allerlei lijstjes heeft staan. En dat zijn eigenlijk gewoon to-do lists. Die zijn heel lang. En wat er dan heel vaak in terugkomt is dat ik mag nooit meer te laat komen. Of over witte schoenen, want waarschijnlijk witte jurk. Hoe zit het met de omslag? Gewoon de hele praktische zaken van Marilyn. En ook bijvoorbeeld een recept wat zij graag maakte. Of een brief die ze schreef vanuit de inrichting. Dus wat ze heeft geschreven aan Lee Strasberg. Dus eigenlijk hele persoonlijke dingen. Die je ook niet verwacht. En als je het boek hebt gelezen, dan denk je ook, ze is eigenlijk gekker dan je dacht. Daarom vind ik het leuk.